een liedje maken en dan samen met Nick en Simon en dan nog voor oma. Oeh, oma. Maar in het begin was het nog niet helemaal goed. Jij deed het zo. Ja, dat ging niet meteen. Ik deed het zo en dan weer helemaal weg. Is het zo makkelijker dan het echt zelf te zeggen tegen haar? Ja, ik durf er nooit, zeg maar, als ik met haar aan het spelen ben, dan zeg ik, afspreek, dan zeg ik nooit van, ik ben heel trots op jou. Dat is gewoon moeilijk. Ik vind het ook moeilijk om over dat onderwerp te hebben, omdat ze het zelf heeft. Als Fabienne 5 jaar oud is, wordt bij haar een hersentumor gevonden. Inmiddels heeft ze meer dan 100 chemokuren gehad, maar het lukt niet om haar te genezen. Dané, die wilde haar een boodschap overbrengen. Het is een heel beladen verhaal, maar ook heel mooi dat zij zelf dit initiatief neemt, dat ze dit zelf wil doen. En daar gaan we bij helpen. Ik zie dat je fan bent van André Hazes. En van ons hangt er ook een foto. Maar ik zie er wel 2 van André Hazes en 1 van Nick en Simon. Dus je bent iets meer fan van André. Nou, dat is niet erg. Maar hij zal het met ons moeten doen. Ja. Had je eigenlijk überhaupt door wie tegen je praat? Nee. Oké. Dan moet ik misschien even mezelf voorstellen. Hi, ik ben Simon. Van Nick en Simon? Ja. Oh my god! Ja, ze komen. Oma Poppy houdt van kerstmis. Zellig jaar haar lievelingsfeest. Maar dat liep leven anders. Want opa is echt ziek geweest. Dus er was geen vrolijk kerstfeest. En er was geen kerstdiner. Maar toen kregen wij opeens dat super. Zoe, lieve zus, die er altijd is voor mij. Wat heb je me gesteund, ik zal je eeuwig dankbaar zijn. Samen met familie en vrienden om ons heen sleepte jij me krachtig door een zware fase heen. Ik weet nog goed, in groep 1. We waren klein, maar wisten meteen dat jij en ik voor altijd echt vrienden zouden zijn. Mijn hartvriendin, het raakte mij toen ik hoorde dat je ziek zou zijn. Besef nu meer dan ooit voor wat drinkt de tijd. Maar Tara, dat je zelf zo ver gekomen bent, had niemand hier verwacht. Wat een inzet ongekend. Je viel en stond weer op, ging onverstoorbaar door. We staan ervan versteld, hoe je nooit de moed verloor. Lieve leerlingen, give it up for Ronnie Ver! Je had ineens geen dak meer boven je hoofd. En ik zei dat je wel bij mij wonen kon. Hoe kon ik weten dat daarna mijn tweede jeugd begon? Merry Christmas! Yes! En zat allemaal te boel van, kom aan, ga open! Het was wel heel erg grappig. Thank you.